Vandaag staat in Verhalen van Verandering het leven van Hanneke centraal. Zij is 34 jaar en heeft 10 jaar een eetstoornis gehad. In 2005 is zij hiervoor opgenomen geweest bij De Hoop. We gaan in deze aflevering met Hanneke terug naar Zwitserland. Ze kwam hier 2 keer eerder met een werkweek van De Hoop. Deze werkweken zijn belangrijk voor haar geweest omdat ze in Zwitserland een keuze voor het leven heeft gemaakt. Onderweg stoppen we om iets te eten. Als we Hanneke tijdens het eten willen filmen, blijkt ze daar toch wat moeite mee te hebben. Ik vind het heel spannend. Het was een verrassing dat we een pitstop maakten en even hier zouden gaan eten. En dat leverde een beetje spanning op. Bij ons thuis aan tafel, wij aten altijd in de keuken. We hadden altijd gewoon een vaste plek. En ik was altijd iemand die heel vrolijk was en mijn verhaal wilde vertellen. En het leek wel alsof daar dan niet de ruimte voor was. Alsof alleen maar die plek was om te eten en je mond dicht te houden en voor de rest niks. Op een gegeven moment voelde ik gewoon dat ik mijn verhaal niet kwijt kon, dat ik mijn emoties niet kwijt kon. En terwijl dat juist het moment moet zijn als je aan tafel bent met z'n allen, met z'n vieren. En dat was zo weinig eigenlijk bij ons thuis. Dat we echt met z'n vieren zaten, dat we met z'n vieren gewoon dingen deelden. En juist dat moment wilde ik gewoon heel graag dat er gewoon vaker zou zijn. Maar dat ging niet. En daardoor, ik denk dat doordat dat gewoon keer op keer verdriet was, had ik op een gegeven moment gewoon echt een brok in mijn keel. En dan hoefde ik gewoon echt mijn eten niet meer. En zo is in principe wel mijn eetstoornis ontstaan, ja. Aan tafel wordt vroeger niet gepraat bij Hanneke thuis. Dat zorgt voor zoveel spanning dat ze geen hap meer door haar keel krijgt. Hanneke weet niet goed wie ze eigenlijk is. Omdat ze hier met niemand over kan praten, kropt ze haar gevoelens op. In haar zoektocht naar haar identiteit en controle over haar gevoelens, ontdekt Hanneke dat niet eten haar helpt. Ik merkte juist als ik op een lege maag ging sporten, dat ik dan dat ik daar ook nog kick van kreeg. En ik voelde me daar gewoon zo goed bij. Dat gevoel wat vrij kwam, dat was het was een soort adrenaline kick of zo, waar ik dan zo naar verlangde elke keer weer. En dat maakte juist dat ik daardoor in doorging. Ja. Het afvallen heeft ernstige medische gevolgen. Als Hanneke 19 jaar is, komt ze door haar ondergewicht totaal verzwakt op bed te liggen. De dokter schrijft haar antidepressiva voor in een poging haar depressie te controleren. Ja, ik dacht min of meer, is dit het leven nou? En dat heeft al vanaf, dat werd gewoon steeds erger. Dat was vanaf mijn 19e was dat al wel, ja. En toen was ik 27 en toen heb ik uitgesproken, gewoon voor mijn 30ste wil ik niet meer leven. En ik heb nooit beseft, maar dat woorden hebben zoveel kracht. Ik verlangde er gewoon naar om niet meer te zijn. Ik wist wel dat ik dat er op een gegeven moment een bom ging barsten, want het kon gewoon niet langer zo. Want ik voelde gewoon van, er moet een moment komen dat het ook niet meer gaat. En dat moment dacht ik van, nou, ik ga dat zelf maar creëren, want ik had het idee dat niemand wilde luisteren of niemand er was eigenlijk. De problemen blijven maar groter worden in het leven van Hanneke. Ze vlucht daarom weg naar de andere kant van de wereld. Tijdens haar reis naar Australië knapt ze wel iets op. Maar de vriendin met wie ze op vakantie is maakt haar duidelijk dat ze hulp moet gaan zoeken. Terug in Nederland vindt ze in anorexiaklinieken echter niet de hulp die ze nodig heeft. Ja, die meiden daar, het leek wel één grote concurrentiestrijd. Elke week moest je op de weegschaal gaan staan. En voor mij was dat juist het funest eigenlijk, als ik op de weegschaal stond en ik zag het cijfertje, dan moest ik gewoon per se minder wegen. En als je dan de week daarop weer zou komen, dan zorgde ik er ook echt voor dat ik weer minder woog. Dus dat had gewoon een averechts effect op mij. En het enige waar ik gewoon ook zo behoefte aan had, was gewoon een moment dat er iemand met me ging zitten, dat er iemand naar me luisterde. Na 1,5 jaar te vergeefs zoeken naar hulp, wordt Hanneke in 2005 uiteindelijk opgenomen bij De Hoop. We begonnen elke dag met een dagopening. En dan werd er gevraagd wat het doel voor vandaag zou zijn voor jou. En die vraag had ik mezelf nooit gesteld. Van wat is mijn doel voor vandaag? Nou, daar heb ik echt 2 weken over moeten nadenken. Ik kon daar niet eens over nadenken wat mijn doel was voor alleen vandaag. Dat was voor mij heel belangrijk, want ik mocht van mezelf ook niet genieten van eten. Ik mocht van mezelf ook niet genieten van leuke dingen doen. Want ik was zo voor mezelf, dat patroon wat ik had opgebouwd was gewoon alleen maar doorgaan. En niet stilstaan, niet bij mezelf stilstaan van hoe ik me nou voel.
Voordat ik in behandeling kwam, wist ik gewoon echt niet wat ik wilde. Ik wist gewoon echt niet wie ik was. Ik wist niet waar ik heen moest, wat ik nou leuk vond überhaupt. Ik kon gewoon ook niet van niets meer genieten. Ik legde mezelf allemaal dingen op die ik moest doen. Zoals 50 baantjes zwemmen iedere ochtend voordat ik naar mijn werk ging. Dat moest ik van mezelf doen, zodat ik een goed gevoel kreeg dat ik al iets had gepresteerd. En als ik dat niet deed, dan ik walgde gewoon op het laatst van mezelf. En ik zag dan dat ik ook dikker werd, tenminste in mijn ogen. Maar dat was natuurlijk niet zo. Alleen in mijn gedachten, in mijn beleving was dat wel zo. En als ik dan niet ging sporten, als ik dus wel mezelf weer had toegegeven om iets meer te gaan eten, dan kreeg ik een enorm schuldgevoel. En dat bouwde zich alleen maar op. En dat werd op een gegeven moment gewoon echt pure haat. Die negatieve gedachten in mij, die waren zo heftig en zo sterk, die overheersen. De stemmen zijn gewoon continu in mijn hoofd van, nou ja, dit had je niet mogen doen, of dit, ik wil hier helemaal niet van genieten. Ik wil er gewoon niet zijn, ik wil weg, ik wil, ja, dat verlangen gewoon om er niet meer te zijn, dat was heel heftig. En de kern was inderdaad zelfhaat. Het gevoel van zelfhaat waar Hanneke maar niet mee kan afrekenen, komt tot een climax op de top van een berg tijdens een werkweek in Zwitserland. Ik stond hier bovenaan en het was, ik merkte het net toen ik hier ook weer kwam, dat die kick, die adrenaline, en dat was nou 10 keer heftiger. Alsof ik echt letterlijk naar beneden gezogen werd. En de groep, want we waren dus met een grote groep, en die gingen allemaal in kleine groepjes alweer uiteen. En toen ben ik teruggelopen. En omdat ik gewoon niet meer mee wilde. Ik wilde hier gewoon klaar. Ik wilde hier gewoon. Het was ook een soort verleiding of zo. Dat gevoel van ik wil gewoon daar zijn, naar beneden. Ik verlangde er ook echt gewoon om er niet meer te zijn. In een van de samenkomsten tijdens de werkweek van de hoop in Zwitserland maakt Hanneke een keuze voor God. Het is een keuze tussen leven en dood. Ook besluit ze om mensen in haar leven te gaan vergeven. Het wordt een proces van overgave waarbij zelfhaat, boosheid, bitterheid en wrok uiteindelijk naar buiten komen. Vrij van deze negatieve gevoelens kan Hanneke een nieuw leven beginnen. De eerste dienst, kan ik me nog herinneren, was in de werkweek met ons thema leven en overleven. En voor mij was de preek echt een radicale boodschap. En ik wist gewoon, het had gewoon mijn hart geraakt. En ik wist aan het eind van de preek echt van, en nu moet ik een keuze maken. En voor mij was dat de keuze voor leven. En dat betekende ook echt om voor me te laten bidden. En die keuze voor God te maken. En toen voor me werd gebeden, heb ik echt bevrijding meegemaakt. Dat God mij bevrijdde van negatieve gedachten, zelfdestructieve gedachten. En ik kan me nog heel goed herinneren dat moment. Dat ik terugliep naar mijn persoonlijke begeleider. En op dat moment kon ik als enige zeggen van, en nu word ik echt. En zo voelde het ook, echt. En zo is het ook, echt.